dit is mijn, dit is waar ik zit elke... Ja, maar je staat nu wel op het balkon, maar het mag niet. Mag niet. Gaat niet zo goed met de balkons hier zo, op de Valeriusstraat, geloof ik. Nou ja, we hebben een brief gehad. Ze zijn gecontroleerd en ja... later een tweede brief gekregen van we mogen er niet meer op. Het gaat om balkons in de Valeriusstraat, de Zwelingstraat en de Richard Holstraat. Deze flats zijn gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw. Dit is waar ik zit elke... Ja, maar je staat nu wel op het balkon, maar het mag niet. Mag niet. Ja, dat is een beetje vervelend, want ook al in de wintertijd... Ik wil gewoon naar buiten gaan en koffie, thee drinken, buiten, met mijn jas aan doen. En ik kan het niet meer, gewoon binnen blijven. Want woningbouwvereniging Ons Doel heeft onderzoek gedaan naar de balkons. En daaruit blijkt dat de balkons niet meer in goede staat zijn. En daaruit zagen ze dat de wapening niet altijd op de juiste plek zit. En de wapening, dat zijn de staven die in de balkonvloeren zitten. Nou, naar aanleiding van het onderzoek is er nu een plan van aanpak gemaakt voor het herstel. Er zijn inmiddels methodes waarmee je die balkons kunt versterken. Dat betekent dat er extra wapening in die balkons geboord wordt. Dat is nu een voorbereiding met de aannemer. Er is een vergunning aangevraagd. En we hopen voor de zomer met die herstelwerkzaamheden te starten. Had je veel spullen op je balkon staan? Ja, soms. Ja, maar nu bijvoorbeeld, ik heb een kindje en ik zeg, hey, niet naar de balkon gaan, want ik wil niet dat de balkon... gaat vallen of zo. De bewoners krijgen compensatie voor het feit dat ze een tijd geen gebruik kunnen maken van hun balkon. Nou, dat interesseert me geen eens. Ik ga liever mijn balkon op. Dat vind ik belangrijker als de compensatie, want ik weet niet wat ze moeten compenseren daaraan. Nou, misschien nog een lekker ijsje of een beertje voor die twee kleintjes. Nou ja, zijn die ook weer blij.